Jawel, donderdag 21 september is losgebroken. Robert en ik zitten er klaar voor. Een nieuwe Vivo Valentine staat op je te wachten. Maar voordat we beginnen, heel eventjes een hele dikke dank aan alle bazige bazen die gedoneerd hebben. Die tribe members zijn geworden die uh, onze podcast mogelijk maken. Want je weet, na afloop van deze reguliere Vivo Valentine aflevering... ga je direct als een haas naar vivovalentine.com. Daar kun je uh, meekijken met de extra ja, de extra aflevering. Dan gaan we gewoon nog een uur door, Robert. Dat Check gaan we her. gewoon doen. Doe ja. het gewoon voor alle bazige bazen. Dus uh, ben je nog geen tribe-member? Ben je nog geen bazige baas? Ga naar VivaVentuin.com en klik op die link, regel het daar. Je weet zelf, het komt goed. En nu gaan we beginnen over Prinsjesdag. <laughs> Toch of niet? Ik denk het wel. Ja. ja, Prinsjesdag was weer. Het was weer. Heb je genoten van uh, de, de rijtocht in de koets ik, en het zwaaien uh, van de Koninklijke Familie? Ik vond het zeer vermakelijk. Ja, ik heb voor het eerst, ik weet niet in hoeveel jaar tijd. Omdat ik wist, we gaan het erover hebben. Je hebt mij al uh -huh. twee of drie keer gevraagd tijdens een Prinsjesdag van, <laughs> heb je het gezien? Oh, <laughs> en uh, ik, nee. <laughs> nu heb je het wel gezien. <laughs> Oké, okay, ik moet nu wel even een keertje gaan kijken. Dus ja. oh, hey, oh, wat ik veel anderhalf keer uh, snelheid, uh, heb ik uh, alles bekeken. Maar ook inderdaad het begin met al die koetsen en er was een hele uitleg op de NOS. Ik heb ook voor het eerst sinds jaren weer naar de NOS gekeken. Oké. Okay. Ik heb het niet, niet, nee. niet om aan te thuis. Nee, 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 ik, ik ook zeg, niet. Maar online, uh, ja. je, je kan gewoon op YouTube, zeg maar, heb ik gewoon de, de livestream. Uh, we zijn ook tegenwoordig livestreams op YouTube, uh, de NOS. Heb ik uh, bekeken. En toen, uh, ja, goed, dat was. Het is echt wel, Als ik dat kijk, denk ik van: het gaat niet goed met ons. Ja, is dat wat je eraan overhoudt? Dat, ja. dat het niet goed met ons gaat? Ja, het is nou, of met de... ons? Of met, met, met in ieder geval Nederland? men met... die denkt dat dit zeg maar de, de norm is. En het is niet de norm. Het is, het is, het is, het is... Het is wel de norm. Ik weet, ik, jij denkt van niet. Nee. <laughs> in jouw bubbel is het niet de norm. Maar nee. toch is dit in Nederland nog wel de norm. Ja. En dat, dat dit gedrag en dit. Het, 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 de, de nepheid ervan, ik kan, er gewoon, ik kan er gewoon, het kan er gewoon niet aan. Nee, het is, het is te awkward voor woorden. Maar, ja. de, maar daarom, dat vind ik er grappig aan, dat ik zoiets heb van... Kijk, de koninklijke familie, dat zijn miljardairs allemaal. Hè. Die hebben gewoon echt heel veel geld. Ja. En um, uh, moet je nagaan dat je miljardair bent. En wat verdient de, <laughs> de, weet ik veel, wat verdient de koning uh, en de koninklijke familie per jaar? Misschien 10 miljoen of zo, ik heb geen idee. Um, maar voor die 10 miljoen, de, wat is wisselgeld is voor die gasten? Moet je dan deze shit doen. Dan moet je in die, in die koets aankomen. Jij, met, je, met je apenpak en je, in je rare jurk. En dan moet je daar gaan staan zwaaien. En het leuke is, van kijk, Amalia, die is, die is in het gareel geramd, weet je. Die, die heeft zo van, luister, doe dit nou gewoon. Doe nou je best. Gewoon zwaaien, mond houden, zwaaien, lachen een beetje. En dan komt het goed. Dan krijg je ook die 10 miljoen. Dus Amalia ze ja. oké, okay, fuck, dat ga ik doen. Weet je, komt goed. Ja. Maar dan heb je die Alexia, die dus nieuw nu 18 is en dus ook aan moet schuiven. Die erachter en die echt zo'n ja en ik vind het geniaal want aan haar zie je hoe kut het is ja ik weet niet maar het is niet alleen de koninklijke familie zeg maar en die hele ceremonie wat ik was ook heel interessant vind. want het heeft allemaal weer een traditie en ceremonies en allerlei pakjes en dingetjes wat we allemaal ja, de, 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 dat het zo normaal is vind ik ook alweer heel erg bijzonder. Ik denk van wat doe je hier? Waarom doe je dat? Hoe zoveel zo koetsen en grootmeester dit, die, die dat dan weer leidt en die rijdt dan weer daar. En ja. goed, alles heeft, ik weet niet, ik vind dat sowieso fascinerend wat, wat, wat daar allemaal gebeurt, maar ook gewoon de nepheid ook van de NOS en de serieusheid van ze dit zeg maar verslaan en, en doen alsof er iets heel groots aan het gebeuren is. En dan, <laughs> En ja, en dat, iedereen komt naar dat buiten ook. kijken. <laughs> maar daarom is het zo, het is alleen maar awkward. Weet je, yeah. gewoon, dit doet niets af aan die inflatie die we gaan krijgen. Nee. Dit doet niks af aan de geld. Geen woord over inflatie gehad in de hele fucking troonreden. Ja. Nee. Hoe dan? Hoe kan dat? Ja, weet ik veel. Het ging over Oekraïne en, uh, en, en allerlei andere onzin. En ik weet het niet. En Alexia, toch ging heel erg over Alexia, want die was dan nieuw en die was dan de troon op vorige. Die kei die daar stond, die van, en hoe was ja, jij hebt er dan gesproken daar? En hoe ging dat dan? Ik, 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 het is echt. Ze is 18. Het is een kind van 18. Ja, weet je, ik wil, wat ga je daar nou voor gesprek mee hebben? Weet je, Geen weet idee. Dat... Maar het was allemaal heel belangrijk en iedereen ging erin mee. En okay. wat ik heel mooi vond, trouwens, in die livestream, is een van de, van, de, van de interessantste dingen die ik vond, zeg maar, waar De mensen die aan het mee chatten waren aan de zijkant tijdens, uh, ja. tijdens de livestream, dat je de, de totale culture clash die daar plaatsvindt in die comments. Ja. Zeg maar, je hebt mensen, zeg maar. Ik denk van, ik, oh, ik kan zo, zeg maar, de Viva valentijn kijkers kan ik eruit vissen. Tuurlijk, weet je, die, ja. die, dan, die dan beginnen over, uh, over, weet ik veel, allerlei uh, complotten. Of uh, poppenkassen. Heel vaak het woord poppenkast voorbij zien komen. Ja. En zo, dat is een, geen clownwoord trouwens, vond ik ja. even. Disney um, People, heb je die wel gezien? Nee, maar dat soort complotten of dat soort hints en zo uh, werden wel, zeg maar, die kwamen wel voorbij. En vervolgens werden de andere kant die dan zei, ah, die wappies met de complotten, weet je wel. En dan, ja, ja. ja um, Amalia is echt een goede wordt net zoals de net zoals de oma, weet je, echt bloedserieus, dat soort opmerkingen maken. Ik denk echt twee ja. werelden komen hier samen die niet die niet echt uh, niet goed samen gaan. Dat vond ik heel, ja. heel uh, maar dat, maar, maar interessant. Maar dat betekent, kijk, er is een nieuwe uh, doelgroep voor deze uh, voor deze poppenkast. En dat is de interessante. Dat is ook waar, kijk een paar jaar terug had je in die chat had je helemaal geen uh, uh, wakkere mensen gezien, weet je. Mm -hmm. Ik bedoel, als jij dit een poppenkast en dan kijk je erin naar, fuck het. Maar nu zitten we in een tijdperk waarin die, uh, die ja, de, de elite uh, heeft de echte boel op scherp gezet. Mm -hmm. En dat betekent dat ze dat dus ook voor hun kiezer krijgen, weet je. En dat is waarom er fluitconcerten ja, waren precies. en ja. toestanden. Want blijkbaar mensen die, die deze poppenkast niet trekken, die gaan nu ook echt daarheen beginnen te fluiten. Ja. Ondenkbaar vroeger. Het waren altijd een paar bejaarden die dan lid waren van de Oranje Vereniging en die gingen dan, dan met een vlaggetje zwaaien, weet je. En dan, dat, dat was het dan wel. En nu, is, nu krijg je gewoon van het komt weer terug dat het ze worden weer het volk ingetrokken. En dat is eerder gebeurd. Dat is namelijk uh, tijdens de kroning in 1980: van uh, uh, hoe heet ze uh, Ju, toen Juliana Afria Beatrix werd gekroond en Juliana die, die deed afstand. En dat, um, uh, dat was in 1980. En toen had je dus ook gewoon die lellen te fluiten. De, nou goed, dat was echt de tien keer erger. Dat dus met traangas, uh, de wolken die voorbij kwamen terwijl de live uitzending was. Dus ja. dat was. Uh, uh, maar we gaan weer die kant op, denk ik, weet je? we gaan mm -hmm. gewoon weer terug naar de jaren 80. Ja, ja, als je het woord inflatie nul keer noemt in je troonrede, dan. Uh... Heb je de, de wortel of de kern van het probleem niet, uh, nee, niet, nee, niet te pakken? Nou ja, en het is, het is heel exemplarisch, omdat ze, omdat ze uh, inflatie niet benoemen, betekent dat ze het expres vermijden. En iedereen weet dat. Weet je? Ieder, iedereen snapt dat het probleem inflatie is. Weet je? Het probleem is niet Poetin die de gas duurder maakt. Nee, het probleem is inflatie. Het probleem is geldontwaarding. Het probleem is dat de koopkracht van je euro wegvalt ten opzichte van allemaal andere producten. En dan zie je die andere producten worden duurder. En dat, uh, dat zie je in de huizenprijzen, dat zie je in de aandelenmarkt, dat zie je ook in olie en gas. Nou, nog een aantal dingen. Ook allemaal dingen die Poetin helemaal niet kan beïnvloeden. Um, daar zie je ook die prijsstijging in. Dus die, um, de, de inflatie is een groot probleem. En als je dat. Als je wilt doen alsof dat niet het geval is, ja, dan krijg je dus dit soort poppenkast. En hoe verder dat van de realiteit afdwaalt, want mm -hmm. daar zijn we inmiddels mee bezig, omdat die, 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 dit soort van wat er nog officieel besproken mag worden op de publieke uh, zenders en op de staatspropagandazenders, dat ja, de inflatie is daar geen onderdeel van, weet je, dat mm -hmm. wordt niet besproken. Anders dan dat Poetin de schuld van iets krijgt, of, of, of zoiets. En dan merk je gewoon van ja, we zijn nu in dit tijdperk aangekomen. dat die uh, discrepantie die er bestaat. tussen de realiteit en die poppenkast. dat begint irritant te worden. En dan gaan mensen <laughs> gaan, gaan dus fluiten en die gaan. Ja, en straks krijgen we gewoon 1980 weer. En dan vliegen de taragasgranaten uh, door het beeld heen. het nog wel aandacht aan een beetje tijdens die NOS-uitzending. Uh, uh, waren dat. Uh, dat was dan een klein groepje mensen of zo met die met bordjes stonden. en een aantal teksten. Uh, en een van de van uh, was stopte. Uh, New World Order, zeg maar. Oké. Okay. En de andere was van, um, dat het slecht ging in Nederland, omdat mensen hun boodschap niet, niet meer konden betalen. En die werd ook opgenoemd opge, ge, uh, zeg maar, door de ja. verslaggever, die okay. dan uh, bezig was. Vond ik wel interessant. Uh, ja. Maar ik heb een aantal. Want er was trouwens wel de koopkracht. Zeg maar, ze hebben de inflatie niet maar de koopkracht was dan een soort van datgene wat ze wilden gaan uh, verbeteren. Ja. Er kwam een impuls van 2 miljard. Ik vond het, het is allemaal zo gratuite uit. tijd. Elke keer van die bedragen die ze ja, noemen, denk van ja, tot opzichte van wat en hoeveel gaat het ja, wie uit? Wie het krijgt dat en waarom ja. en waar komt het vandaan? Al die dingen je, die... Ja, vergeet, ik, het allemaal, allemaal <laughs> niet belangrijk, doet het niet toe. Het is ook nog te kijken naar de algemene beschouwingen net. Uh, die zijn dus niet altijd de dag na Prinsjesdag uh, krijg je algemene beschouwingen of de dagen daarna. Ja. En dan uh, gaan mensen reageren op die plannen die gepresenteerd zijn. Toen zei ik, hoor Karen van der Plas ook zeggen, ja. We, ik vind het zo jammer dat we zo bezig zijn met, van, met wat het gaat kosten en waar het, vandaan, waar het vandaan komt. Ik wil gewoon investeren, zei ze. Oké, okay, oké, okay, Caroline. Maar, maar dat is ook een ding, hè. Dat je, um, er is geen gedegen economische kennis meer aanwezig in het kabinet. Ik bedoel, Sigrid Kaag, die, heeft, die daar gewoon als spion van een of andere geheime dienst naar voren is geschoven als minister <laughs> van Buitenlandse Zaken. En nu opeens minister van Financiën is geworden daar. Dat... Um, dat is die, ik bedoel, die heeft geen kennis meer van economie. Ze nee. weet niet wat geld is en dat met haar, dat hele kabinet. Weet je, mm. het doet er ook niet toe, want dat, dat hele geld issue is verschoven naar Brussel of beter gezegd naar Frankfurt. En dat um, um, ja, we hebben hier verder niet zoveel meer in de melk te brokkelen. Weet je, mm. de begroting in Nederland, um, eigenlijk doet het er niet zoveel meer toe. En om heel eerlijk te zijn, Roort, ik zie dat terug in die begroting. Mm -hmm. Want ik heb eventjes op NOS.nl gekeken naar de begroting. Hier heb ik hem, de rijksbegroting van 2024. Heel erg lomp hebben ze dit uh, neergezet, want het is natuurlijk veel subtieler dan dit. Maar het maakt niet uit. Je kunt één ding er al direct uithalen. Er komt 402, of laten we zeggen 403 uh, miljard binnen. Wordt er gejat, inkomsten. bedoel je? Wordt er gestolen. Ja, die wordt to zich toegeëigend door de staat. En er gaat 433 miljard uit. Ja. Met andere woorden, er is een tekort van 30 miljard. Waarom in godsnaam is er een tekort van 30 miljard in een begroting? Ja, omdat... Dat is toch geen begroting? Nee, het is, nou, het is een begroting, maar geen, niet in balans. Maar, zoals het hoort. Als ik stel je voor dat ik doe even een effectief scenario. Maar ik zou financieel directeur zijn bij een bedrijf. En ik stuur naar de directie en de aandeelhouders stuur ik een, een, een begroting voor de aankomende uh, periode. En daarin uh, kom ik uh, een kleine 10% kom ik tekort. <laughs> weet je, dan krijg ik het toch terug en zeg ik van: kun je deze begroting eventjes kloppen? Dat heb je huis ook niet gedaan. Ja, ja. Kun je heel eventjes je werk doen, en ja. gewoon die begroting <laughs> ja, op orde maken. En uh, blijkbaar hoeft dat ook helemaal niet meer. Dat, nee, uh, dus in Nederland is het gewoon staand beleid. In sommige landen hebben we eerder genoemd: Zwitserland heb je. En nog, nog, een, nog een Scandinavisch land. Is het in de grondwet verankerd dat je niet meer mag uitgeven dan er binnenkomt? Ja. Het is wel raar dat je dat gewoon moet verankeren in de grondwet eigenlijk. Dat het niet de standaard is. Maar goed, dat is niet... gezond verstand zou ja, moeten dicteren. Maar goed, het... ze waren vooruit, vooruitziend en zien dat het in andere landen niet zo is. En daar geven ze elke keer 10% meer uit. Sowieso vind ik het bijzonder. Want. Weet je wat de begroting was in 2020? Nee. Heb je hoeveel, hoeveel miljard? Uh... Als ik zou moet gokken? Ja. 300. Ja, onder de 300 miljard. Ja, dat, dat geloof ik. Ja. Ja, want ik, ik weet, ik heb nou goed, ik heb voor mij afgelopen twee jaar niet heel erg nauw gekeken, maar toen de tijd was het voor, mij voor de verkiezingen toen nog meedeed, heb ik die soort van helemaal ontleed en ik dacht van, ik zag deze, wij 400 miljard, dat was toch staat toch op een aantal, rond de 300 miljard, nou dat is ja. wel 100 miljard bijgekomen in. Uh, in vier jaar tijd. Uh, Ik vind dus. het knap dat ze 100 miljard inkomsten erbij hebben. Um, dat die uitgaven, dat ze het kunnen uitgeven. Ik bedoel, ze geven F-16's weg aan Oekraïne. Ja, dat is makkelijk. Dan kom je er wel. <laughs> Weet je? De uitgeven is gewoon niet zo heel moeilijk. Maar nee. uh, geld binnenkrijgen, geld verdienen is wel moeilijk. Um, en dit betekent gewoon dat de, de, de strop wordt uh, aangetrokken als het ware. Weet je? De, de, de duimschroeven gaan aan en iedereen moet gewoon ophoesten. Ja, het, is gewoon, het is gewoon een lastenverzwaring van 33% in vier jaar tijd. Ja. Want daar heb je het over. Je gaat van, je gaat van, er komt gewoon 100 miljard bij op 300 miljard. Dat is gewoon een derde wat je dus meer aan belasting hebt opgehaald ten opzichte van dat, uh, van dat jaar ja. 2020. Ja. Het is, is belachelijk. Nou, en, en dat los van de inflatie. En nou, dan snap je waarom uh, het nieuws zegt dat de, meest, dat de helft van de Nederlanders moeite heeft met rondkomen. Ja, kan jij nog herinneren toen het, uh, gedrag, het, gedrag, het gedrag van Maastricht getekend werd? Het verdrag van Maastricht. Uh, dat er gewoon een keide afspraak was over begrotingstekorten. En dat ja. we gewoon niet meer dan. Uh, wat was het? 3.1? of zo. Ja, ja. Uh, ik dacht 3.1 procent ja. uh, begroting mocht, mocht niet meer. <laughs> die gaat meme, die meme. Ja, inderdaad. Doorlopen. Van, okay. <laughs> ja. Dat denken we even niet meer aan. Wat is daarmee gebeurd, man? NOS.nl heeft dan zo'n artikel. wordt ook niet bij stilgestaan. We hadden een afspraak met elkaar, maar die is gewoon de prullenbak in... met alle andere fatsoensregels die zijn afgesproken over hoe Europa zou moeten werken. Ik begrijp het gewoon niet. Nee, en het is ook gewoon, gewoon te veel. Ik heb een beetje gezocht naar nou, wat is nu zeg maar de wat gaan we er op vooruit want we gaan een beetje op vooruit we ja, mensen <laughs> iemand iemand niet, gaat fict, een, de, de, een fictief uh, personage we bij C B P veel andere uitwerken gaan er op vooruit dat dat, is, dat sowieso uh, ja. maar die um, um, ik zag gewoon ik denk van als je hem toch een beetje zeg maar het nieuws volgt en je, en je wordt al gezien als inderdaad uh, als een lizardperson. waarom ga je dan een begroting maken waarbij je zegt dat mensen er 666 euro <laughs> op vooruit gaan. <laughs> Ik heb het ergens dat er was echt een analyse op het ad.nl van ja mijn werkende mensen gaan er volgend jaar 666 euro dat op vooruit toch niet? Ja, het kan toch niet. Ja, kan toch niet. ja <laughs> op het hele jaar. Maar goed, los van dat, dat precieze bedrag was het, um, zijn het altijd het is altijd in de marge. Je zit altijd die heel, dat hele circus daar, die hele poppenkast wordt opgetuigd, inderdaad, voor een tientje of twee per maand. zeg maar wat, ja. wat iemand erop vooruit gaat. Ja. Uh, en, en, en dan vergeten wat je allemaal, zeg maar, eraan uh, kwijtraakt. Ja, het ja. Is... Nou, het is. Uh, maar goed, ik vind um, uh, een aantal dingen. Vind ik vind. Uh, uh, wat ik. ik weet niet wat jij eruit had. wat ik interessant vond. was dat. Uh, uh, de sociale zekerheid. Uh, de tweede, de op één na grootste uitgave. Dus het allergrootste is de zorg. Mm -hmm. Nou, dat ik. vind de zorg. Dat, ik vind dat echt. Uh, um, ik vind het een van de grootste problemen in Nederland. Dat Nederlanders geen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. Ja. Um, en ik snap dat dat. Uh, ik begrijp waarom het komt. En ik neem niemand wat kwalijk. Uh, maar de realiteit is dat we. Um, ja, gewoon uh, een groot gedeelte van de bevolking hebben die struggelen met levensstijlziektes, mm -hmm. met lifestyleziektes. En dat, um, ja, dat, zou, dat is op te lossen door die levensstijl te veranderen. En dat kan alleen maar als je zelf als persoon de verantwoordelijkheid daarvoor neemt. En weet je, ondanks dat we drie jaar lang met coronaterreur hebben gehad, of eigenlijk twee jaar lang hebben we coronaterreur gehad, uh, um, is er gewoon geen enkele communicatie vanuit de overheid geweest van mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid mm -hmm. en de, ik vind dat ik, dat is geen ongeluk dat doen ze expres want de overheid wil graag dat zij belangrijk zijn voor alles dus alle problemen zouden kunnen oplossen mm -hmm. in realiteit kunnen ze geen enkel probleem oplossen en alleen maar problemen creëren maar um, maar goed het zou, vroeger werd je nog opgeroepen om te stoppen met roken bij wijze van spreken. Dat is lang verleden tijd, weet je. Dat, dat zie je niet meer. Nee, het levert heel veel geld op. Het levert ontzettend veel geld op. En dat is wat je nu, wat je gewoon ziet. Dus die zorg, ja, dat, dat, uh, dat daar 111 miljard naartoe gaat. Um, ja, ik weet het niet, weet je. Ik, ik heb gewoon zoiets van, dat lijkt me een... Dat, dat is niet zo'n om trots op te zijn. Dat is een probleem. Weet je? Mm -hmm. De bevolking is ziek. <laughs> ja. Hou op met 111 miljard uit te yes, geven aan yes. de zieke bevolking. Weet je? Zorg dat ze beter worden. Dan die sociale zekerheid. Nou ja goed. Dat uh, um, is natuurlijk direct het gevolg van geldcreatie. Mensen raken hun baan kwijt. Uh, nu moeten die rentes weer verlaagd worden. Krijgen we economische uh, crisis. Mensen raken hun baan kwijt. Bedrijven gaan failliet. Nou op. Allemaal. iedereen klopt aan bij het UWV. Uh, uh, en dan gaan we 110 miljard slechts kost dat. Nou, dat is al, dan zijn we op de helft van de begroting. Twee onderwerpen. Het ja. is ongekend gewoon. En die twee. Ja. Het is zo buiten alle proportie, weet je, die sociale zekerheid en de zorg. Dit is hoe de verzorgingsstaat er nu uitziet. Ja. De helft van de begroting van een land gaat op aan zorgen voor mensen die dat zelf de verantwoordelijkheid er niet voor nemen. Ja. Dat is wat het is. Ik wil. Dit is niet economie, dit is gewoon een sociale. Uh, het is een ziekte, weet je. Dit is, de, dit is hoe die ziekte eruit ziet. Ja. Socialisme heet het. Ik, ja, ik, 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 ik wilde <laughs> zeggen communisme inderdaad. Maar ja. dit, dit... Nee, exact. En dat is... Uh, en, en, goed, het is ook heel veel rondpompen. Want die zorg wordt, komt dan weer uit die zorgpremies... en al die verplichte zorgverzekeringen... en Ja, dat is 42 miljard we, wat ze daarmee ophalen. Ja, nee, klopt. Het is... Het is uh, uh, maar, maar het is inderdaad omdat mensen niet... En misschien ook wel dankzij de overheid... een ongezonde levensstijl. moet Als je eerder gezegd ik ben best wel fan van die Dr. James um, Dini, die weet ik veel ik kan ze na heeft een heel lange Italiaanse achternaam. Sa Saiperdino die de de de, de vlees uh, maximalist. Ja, tenminste hij is uh, Ja, ik weet wie je bedoelt. Sa -sa -sa nog iets Saipedimi? Ik weet het niet. Die maar die, uh, die zegt ook van ja weet je, um, als, je als de overheid zegt uh, dat je en dan noemt hij het advies van de overheid op wat voor mij in elk land een beetje een soort van uh, op, op gelijke voet staat en zeg van maar, dat we niet volgen zeg maar alles wat zij doen tegenover zal ja, doen ja. weet je minder ei eten eet meer. Schrijf van vijf bedoel je de voedende andere ja precies weet je en dat doen de overheid maakt je afhankelijk ongezond uh, uh, onzeker zodat je na het uh, denkt dat, uh, dat die poppenkast die we vandaag bij zijn komen of uh, van de week dat dat het enige is wat je nog, wat je nog gaat, uh, gaat redden. Weet je dat de schijf van 5 niet is samengesteld door het ministerie van Volksgezondheid, maar door het ministerie van Landbouw? Ja, dat heb je gezegd. zeggen. Ja, ja dat ja. is echt fascinerend. Ja. Dit, het heeft niets met gezondheid te maken. Nee. Het is alleen maar zo van dit is wat we produceren, kunnen we het allemaal even. Even. Oh, ja. beginnen maar te consumeren, jongens. Dit, dit, dit lijstje graag. Ja. En dat is dus voor Amerika en want Amerika is een beetje dezelfde. maar die hebben natuurlijk ook, ook dezelfde. ze zijn allebei hele grote ja, het voedselproducerende wel. landen. Ja. Gegaan, ja, ze hebben en, en al dat soort shit, inderdaad melk. Inderdaad, ja. Ja, exact. Ik heb een aantal, uh, ik dacht van, wat vindt de koning belangrijk? Ja. Ik heb een aantal quotes uh, uit, uh, uit de troonreden gehaald uh, uh, die ik opvallend vond. Ik weet niet wat jij, wat jij ervan vindt. Oké, okay, ja. Ik van uh, van hoe, hoe die, meneer dit zei. Hij zei, het brute geweld van Rusland tegen het Oekraïense volk in een illegale aanvalsoorlog tegen een soeverein buurland laat zien dat, het, dat de verworvenheden die decennia uh, zeker leken dat niet zijn. Aan de oostgrens van Europa woedt een strijd om fundamentele democratische en rechtsstatelijke waarden. Oké. Okay. Dat <laughs> is nieuw, want dat gebeurt al, uh, al honderden jaren. Ik bedoel, uh, we hebben Tsjetsjenië gehad, we hebben nu Nagorno-Karabakh, uh, Armenië en Azerbeidzjan. Uh, we hebben de, de Koerden uh, hebben we gehad in Turkije. Uh, de, om nog maar te zwijgen over de vele oorlogen in het Midden-Oosten, Jemen. Het uh, <laughs> is gewoon even wat, gewoon top of mind. Wat ik, <laughs> ja, wat, wat, Grappig, nu dit zegt misschien is het meteen even tussen de. Heeft de, de koning daar door. ook over gesproken? Over al, die, uh, over al dat onrecht? Nou ja, nee, maar uh, iemand anders wel. Als je heel veel naar, naar de dystopia tap gaat en het, uh, de, de tweede link aanklikt daaronder. Ja, Woody Harrelson, ja, zeker. Dit is een hele vette kwaliteit. Hij is niet helemaal nieuw. Ik had hem al een week of twee geleden gezien. komt Ik ga even overnieuw beginnen. Het ging dus, hij werd gevraagd, wat vind je van Oekraïne? Ja. is abominabel when a super power with all this military might with no provocation attacks a country that is like, you know, Iraq, sorry, Afghan, Korea, no, sorry, Ukraine. Nou, nou, exact. Exact dat. Heel even. Ja. Nee, het is, het is niks nieuws, maar ik vond het interessant. Want sowieso komt in die toonreden wel vaak het woord. Um rechtsstaat en democratie voorbij. Dat was echt een soort van rode draad die voorbij kwam. En hij koppelt het hier aan Oekraïne en het gevecht wat zij daar voeren, whatever. Ja, rechtsstaat en democratie. Het is ja. interessant, hè? want in ja. Nederland is hij verantwoordelijk voor ja. het tekenen van wetten. Mm -hmm. Hij doet dat. Het wordt dus niet constitutioneel getoetst, wat, wat Pieter Omtzigt nu wil. Mm -hmm. Hij is verantwoordelijk. Dus hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de afbraak... van onze grondweg. Door bijvoorbeeld door die die, die... die wereldgezondheids... of die nieuwe gezondheidswet die er doorheen gejast is. Dat heeft hij getekend. Mm. Dus ik bedoel, de, als je het hebt over de afbraak... van de rechtsstaat, mm -hmm. afbraak... van grondrechten, afbraak van het democratisch bestel... de koning is dat... hoogst persoonlijk zelf aan het ondertekenen. Nee, precies. En dat is dus... Het interessante is, want er is dus iets... maar die culture clash in de comments van, van NOS... het uitconcert, zeg maar, mm -hmm. waar... Wat groeiende is van die twee realiteiten die nu een beetje aan het botsen zijn, of eigenlijk de realiteit met, met de poppenkast. Um, ja. Hij erkent dat een soort van in die troonreden, door heet het, dat, dat het te benoemen, en hij benoemt het nu aan de kant van, van Oekraïne. Terwijl er, ja, hij zegt, van, hij zegt ook: wereldwijd staan vrijheid, democratie en rechtspraak onder druk. En hij heeft over de voorbereiding van berechting van oorlog, oorlogsmisdadigers vanuit dat hele Oekraïne-conflict. Maar ik vind het interessant, want dat is. Wat jij zegt, dat is gaande. Zeg maar. het is ook, hij haalt dingen aan die onder druk staan. Dat zie je ook in alle uh, opiniepeilingen: ja. dat niemand meer vertrouwen heeft in de instituties. Uh, ja. Dus hij wil daar iets mee. En hij draait het naar, ja, hij draait het naar degene zeg maar, die de aanklacht eigenlijk in eerste instantie ook uh, in, indienen. Mm -hmm. Namelijk tegen, tegen de overheid en tegen ja. alle instituties die niet, uh, die niet meer werken. Maar ik vond het interessant dat hij, dat, ja, dat hij, daar, dat hij daar echt meerdere uh, keren zeg maar, in zijn speech op. Uh, op terugkwam. Maar, maar, maar ik bedoel, stelt hij het vast dat het zo is? Want het is zo, weet je. Michael, ja. We zijn ons uh, vertrouwen in de instituten kwijtgeraakt. Mm -hmm. um, en dat is waar. En als hij dat vaststelt, nou prima dat hij dat vaststelt. Weet je, daar is niks mis mee. Maar het het vervelende is als hij gaat slopen wijzen en gaat zeggen. dit komt door, puntje, puntje, puntje. Ik wil, ik heb zoiets van, ik ben geen fan van het Koningshuis. Maar ik heb zoiets van één ding wat ze in ieder geval zouden kunnen doen, is boven die politiek uitstijgen en proberen boven de uh, polarisatie uit te stijgen. En in ieder geval een poging wagen om het volk weer te verbinden. De, heeft hij dat gedaan? Nee, hij ging wijzen. Ja, <laughs> natuurlijk, omdat hij gewoon onderdeel is van de polarisatie. Polarisatie is het doel. Ja, hij, hij ging wijzen, onder andere ook naar uh, 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 Rusland en China. Hij zei: Europa moet minder afhankelijk worden van Rusland en China en andere landen op, op het gebied van energie, grondstoffen en uh, medicijnen. Okay. Noem die, geloof ik, specifiek uh, op. Ja. Dus, nee, dus, dus dat is de grap. Dus hij benoemt. Een tendens in de samenleving, maar hij wijst naar de verkeerde daders. Uh, ja. hij, moet inderdaad, hij moet naar zichzelf kijken. En, uh... Ja, want ik, ik vind namelijk, hij heeft gelijk. Tuurlijk zijn we veel te afhankelijk van China, maar dat. Dat, dat komt door globalisatie... en in eerste instantie komt het door geldcreatie... omdat het is gewoon te duur om hier te produceren. Dus verdwijnt, verdwijnt al die productie... naar landen waar, de, waar het wel nog betaalbaar is. En zo is China groot geworden. Ja, en toen zijn dat we afhankelijk geworden. Ja, dat plus belasting en regelgeving... Uh, denk ik ook een hele grote... Uh, ja, er, ja. Dat ook inderdaad, ja. Maar goed, dat moet. Anders kan die 400 miljard niet opgehoest ja. worden. Weet je, dat, uh... <laughs> maar goed, maar heeft hij ook nog iets nuttigs gezegd? Want je was bezig met de quotes. Ik ben benieuwd wat hij nog meer... Uh... Um, even kijken... Um, nou, ik, nou, nuttig ja, eigenlijk niet, niet, uh, niet heel erg. Hij ja, zei, maar kwam de wijsheid, verdienen komt altijd voor verdelen. <laughs> Wow. Dat, was een soort, dat was een soort van een handreiking naar, zeg maar, naar, naar het bedrijfsleven en mensen. Ja. Zo van, ja, je moet wel de kans krijgen om geld te verdienen. Anders kunnen we daarna niet. niet als je niets verdient, kun ook niet daarna herverdelen. Dus je moet wel nog even eerst verdienen. voordat we kunnen gaan herverdelen. Jezus. Dat is toch zo'n ding als je niet kan delen. kun je niet vermenigvuldigen. Dat is net zo'n soort open yeah. deuren. Dus yeah. Beginners, ondernemers, wijsheid. Jezus Christus. Ik heb het met we hem natuurlijk eerder gehad over. Um, uh, het elektriciteitsnetwerk en hoe dat werkt. Uh, en dat, nou goed, weet je, met zonnepanelen. Want hij, ja. heeft, hij heeft natuurlijk al die um, duurzaamheidsmaatregelen weer opgezond waar iedereen zich aan moet gaan houden. Maar dus toch ook even benoemd dat we iets moesten gaan doen aan de, een, meer, een meer flexibel en gespreid beleid voor elektriciteit. Omdat het dus, nou goed, je hebt nu te maken met die piek ja. aanbod door zonnepanelen. Ik vond het hmm. grappig dat, dat hij dat benoemde, omdat we daar natuurlijk een jaar geleden of jij met ja. uh, Jeroen Dennis van der Dennis, ja, sorry. die binnenkort weer langskomt. Nice, ja, voor een vervolg. Die um, daar al over had uh, gesproken in ja. de afgelopen uh, maanden, dat ook zeg maar zichtbaar is geworden. En blijkbaar hebben veel mensen last van dat hij het nu ook in de troonreden benoemd heeft. En hoe heeft hij dat exact benoemd? Ja, dus dat ze een overgang willen naar, mee, naar een meer flexibel en gespreid uh, uh, beleid op, op elektriciteit. Dus dat je dus, nou goed, ik ging ervan uit dat het ging over de, uh, de spreiding op, op het net, omdat je niet iedereen tegelijkertijd dingen wil laten aanbieden uh, of, of kan. Um, dat je misschien de vraag juist gaat concentreren, zeg maar, op het moment dat ook die maar, aanbod. Uh... Maar als, uh, uh, ik bedoel, dat betekent niks anders dan meer uh, kolen en gas uh, verstoken of voor energieopwekking. Dat is wat het betekent. Ja, Want wind en energie, uh, wind en zon, dat is er al. En dat is gewoon ontzettend onbetrouwbaar. Uh, dus als het wind waait en de zon schijnt, ja, dan hebben we uh, negatieve energieprijzen. En als de wind niet waait en de zon schijnt niet, dan hebben we hele dure energieprijzen. Want dan moet er gas verstoken worden, wat niet meer kan, omdat ze de pijplijn hebben opgeblazen. Ja. Yes. <laughs> dat, uh, uh, dat, dan wordt het gewoon nog kun Je dus ook niks aan doen. Nee, dus inflatie. <laughs> ja. dat, dat is gewoon. Dat is gewoon uh, uh, Poetin. Ja, het is gewoon Poetin heeft dat gedaan, ja. Dus dat, uh, <laughs> En wat ik, wat ik, wat ik nog een, uh, uh, een. Misschien het enige wat hij soort benoemde, wat van belang was. Um, uh, was dat hij zei, wat ik, wat ik ook niet had verwacht. Eigenlijk was het jongere kampen steeds vaak met somberheid en eenzaamheid. Ja. En dat is denk ik iets wat. Um, ja, wat denk ik ook wel een, een teken is van die clash, van die poppenkast met de realiteit. En mensen die, ja, die gewoon eigenlijk geen houvast meer hebben in wat altijd waar was en wat altijd uh, normaal was. Uh, uh, die dat, één, dat wegvallen en een voorbeeld krijgen van die NOS waarbij alles over de top nep is en niet menselijk meer. En die denkt dat dit de wereld is en waar je, waar je moet leven. Ja. Um, ja, ik denk dat dat wel een heel groot. En uh, uitzichtloosheid misschien ook over, omdat. omdat we, wat ze werk kan je nog doen? Loont het werk nog? Uh, weet je, kan je een huis kopen? Al die zaken. Zeg maar het is, dat... als je mensen de mogelijkheid afneemt om te sparen, en dat is wat er gebeurt met inflatie. Mm -hmm. uh, en zeker mensen die uh, slapen en niet doorhebben dat de euro geen geld is. Um, want het heeft namelijk niet de eigenschap dat je, dit, dat je de waarde over tijd kunt transporteren. Dat het namelijk wat sparen is, waarde over tijd transporteren. Um, als je dat mensen afneemt, dan ontneem je hun toekomst. En als je mensen hun toekomst ontneemt, uh, ontneem je zingeving. En dat is wat je dus terugziet. Vooral bij jongeren. Weet je? Want ik bedoel, als je weet, ik veel, als je tegen je pensioen aan zit, ja, dan wat voor toekomst heb je nog? Weet je? je bent gewoon aan het genieten van wat je hebt. Uh, en je wordt wat conservatiever want je wilt niet kwijtraken. Maar. Als je uh, nu in begin twintig bent, je kunt geen huis kopen. Uh, waarschijnlijk woon je nog bij je ouders. Uh, daar heb je geen zin meer in. Daar word je zo dus van. Uh, <laughs> vroeger uh, kon je uh, nog eens een biertje gaan drinken. Dat is tegenwoordig ook alweer onbetaalbaar. Ik hoor dus massaal van ouders die allemaal kinderen hebben, zo rond de 18, 19, 20. Die gaan niet meer uit. Die gaan gewoon bij elkaar langskomen. En als iemand een grote tuin heeft, dan gaan ze daar biertjes zitten drinken in de tuin rondom een kampvuurtje. Mm. Dat is het uitgaansleven vandaag de, de dag. Omdat gewoon. De dat, dat, een club is fucking niet meer betaalbaar. Weet. Je? <laughs> en natuurlijk heb je nog hele groepen mensen die dat wel doen in Amsterdam. Mm -hmm. Maar gewoon normale mensen, die, dat, het is gewoon te duur. Ja, die, normale mensen vind je niet in Amsterdam. Dat nee, uh, daarom. Maar dat, uh, ja, dat plus. Ik denk ook dat wat je net aanstipte, het beleid is dat de verantwoordelijkheid voor je leven, de verantwoordelijkheid voor jouw gezondheid, de verantwoordelijkheid voor je bestaanszekerheid, ja. dat dat in handen is van de overheid. Dus wat. Wat, wat is dan nog het nut van je eigen leven? Wat is, waarvoor heb jij nog, waar ben je er nog voor? Maar dat, ja. dan, jij hebt niet meer die, dat handelingsperspectief... om zelf iets te doen met je leven. Dus dan, je bent uh, overgeleverd aan de wolven. Ja, en, dat, en ik denk dat dat... We hebben eerder gehad over... Um, Victor Frankl. Oh ja, ja tuurlijk. Ja. In, search, in Search for Meaning. En, ja. hij, en, hij, en wat hij beschrijft in het boek... is dat ja, op het moment dat je dus... De hoop verlies, dan verlies je letterlijk, zeg, maar, het leven. Dat heeft hij gezien in die concentratiekampen. En dat is wat je hier ziet. Het is nog net geen concentratiekamp. Maar je hebt, er is geen hoop op een normaal leven. Je hebt geen hoop meer. Dat je het zelf kan veranderen. Ja. En, en dat creëert denk ik inderdaad ook die, die eenzaamheid en die somberheid bij, uh, bij veel jongeren. Ja, nou, en het wordt gecultiveerd op platformen zoals TikTok en Instagram. Ja. Waarbij uh, de meest krukszinnige psychische aandoeningen gekoppeld worden aan je gevoel voor identiteit. En dat je daardoor. Uh, <laughs> ja, en maar, maar dat, is, dat, dat is gewoon wat het is. En als je dan uh, als je identiteit ontleent of het wordt gevormd door dat soort platformen, dan word je gewoon gedreven in de hoek van psychische aandoeningen. Mm -hmm. En dat, uh, um, ja weet je, je hoort, je hoort kids dingen zeggen over de meest exotische shit waar ze helemaal geen last van hebben. Maar gewoon, niet <laughs> van, ja, Maar daar heb ik last van. Dat, dat is mijn, uh, mijn droevig lot dat ik dit uh, onderga en ik ben er trots op dat ik het heb. En dan... Ja, dan wordt het, het wordt gecultiveerd. En dat, dat betekent dat je dus... Je hebt dus een generatie met, uh, uh, met psychische patiënten ge gecreëerd. Hebben we het al eens gehad over die trend um, op TikTok... dat mensen nu doen alsof ze Tourette hebben? Nee. Hebben we het gezien? Nee. Er was, en voor mij komt het omdat er dus ooit een keer... een, um, een, uh, een hele populaire TikToker was. Die had echt Tourette. en die had ook heel veel volgers. En toen ja. dachten mensen... oh. Oh, die mensen, die, 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 dat is de manier dus om heel veel volgers te krijgen. Dus ze gingen faken of ze Tourette hadden. En nu heb je dus een hele soort van trend van mensen die faken dat ze Tourette hebben. Ja. Maar, er is, maar, dat, dat is Tourette, maar dat is niet een Tourette, maar er is een soort dat heeft een naam. Maar er zijn steeds meer mensen, dat is wat jij beschrijft, die denken dat ze ergens, zeg maar, uh, um, dat ze een bepaalde aandoening hebben. Ja. Door het gebruik van, uh, van social media. Ja, daarom. Nou, dat is het ding. Dat, uh, maar, maar het. Het zit in de mens, weet je. Ik bedoel, elk mens is op een meer of mindere mate hypochondrisch. Mm -hmm. En uh, uh, ja, weet ik veel. Ik bedoel, uh, iedereen dacht dat hij corona had, weet je. Ik mm. heb voorbeelden <laughs> van mensen die, uh, die hebben zich laten opnemen in het ziekenhuis... ...omdat ze dachten dat ze corona hadden en niet meer konden ademhalen... ...maar gewoon aan het hyperventileren te waren en gewoon niks hadden. Mm -hmm. En dat... Um, ja, weet je, als, als ziekte, vooral als, als onzichtbare ziekte, zoals psychische aandoeningen, maar, maar net zoals een virus bijvoorbeeld. Mensen maken zichzelf helemaal gek daarmee. Mm. En dat, maar ik, wat ik zo interessant vind, is dat het zo'n voedingsbodem heeft in een generatie en kids die niks meer heeft. Mm -hmm. Weet je, ze hebben natuurlijk alles omdat hun ouders rijk zijn in die zin. Maar ze zullen zelf nooit meer het beter kunnen doen. Er is geen ruimte voor, er is geen toekomst voor hun. En als je dat uh, ervaart, dan denk ik dat je geneigd bent om jezelf te gaan onderscheiden op een ander vlak. Weet je, dus als je die, die economische voorspoed, als je die weg gewoon afsluit, die brug, die blaas je op, daar kan je niet meer overheen. Kids gaan iets anders verzinnen. Mm. En wat ze nu verzinnen, is dat. Dat is die gender shit. Mm. Weet je? Dat zijn de meest krankzinnige psychische aandoeningen die zichzelf aanpraten. En, mm. Ja, je krijgt gewoon. Het is echt een, 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 een soort van generatie, een verloren generatie, gaan we krijgen. Mm -hmm. Het is echt heel triest. Ja, en het is maar toch, toch nog ook, ondanks dat het allemaal um, door de heersende elite, zeg maar, niet makkelijk wordt gemaakt, heb je ook nog altijd zelf wel een mogelijkheid en verantwoordelijkheid erin om er iets aan te doen. Ik moet denken, als ik kijk naar mijn mijn Instagram feed, zeg maar, dat is echt 180 graden anders dan zeg maar wat, wat we hier nu aan het beschrijven zijn. Er komen yeah. alleen maar dingen bij over naar die dokter met zijn voedingsadviezen. En ik ben Precies. helemaal gegrepen afgelopen maanden door uh, mobility training en uh, gymnastics. Uh, wat echt, wat waardoor ik echt idee heb dat ik dat ik tien jaar jonger ben en flexibeler en zoals zoals uh, um, Beard the best you can be account. Zo'n mobility guy zegt <laughs> uh, is een hele 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 bekende mobility gas met zo'n baard. Beert de best you can be. Die, um, die noemt de battery joints zeg maar. En nou goed, al dat soort dingen komen voorbij. dus Gezondheid en of mentale gezondheid. En het is een hele andere. Ik word er. Ik doe nog steeds dat ik niet heel veel op Instagram zitten. Want het is volgens mij überhaupt niet goed dat je aandacht zo ja. naar een ding uitgaat. Um, terwijl je beter gewoon in de wijde wereld uh, kan, kan intrekken. Maar ook daar heb ik, kan je dus een verantwoordelijkheid in pakken door ja, te beseffen dat die lui. Um, doen alsof ze de autoriteit over je hebben, maar je nog altijd zelf de autoriteit over je leven hebt. En inderdaad, je kan je onttrekken aan de hele fiat-inflatie-bubbel door te investeren in dingen die niet, uh, die niet aan inflatie onderhevig zijn. Je kan ja. investeren in je gezondheid. Het is, ja, ik weet niet, het is toch ook, want dat is toch wel die clash ook in die, in die comments. Die andere beweging, die mensen die het een poppenkast vinden, die, die zitten vaak gewoon op, uh, op die toer. Het is nu ook zo. Is dat niet zo dat, dat fitness nu in, in, ook weer een alt-right dat had ik ook in een artikel gelezen? Ja, fitness dat is al een is. tijdje zo. Mensen die, maar dat dat heeft niks met fitness. Dat heeft te maken met persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja, met kritisch denken ja, en kritisch zelf denken, nadenken. Ja, dat zit dan blijkbaar. Dat is dan nu rechts blijkbaar. Ja. Dat is Fucking gestoord. Ja. Maar, ja. maar goed, blijkbaar is dat zo, weet je. Dus en ik, ik zat ook een. Uh, Weet ik veel een van de protestvideo te zien in Amerika en dan zie je al die kids, wat je gekleurde haren, ze allemaal zijn ze veel te zwaar, weet je? Het is gewoon, ik weet niet of waarom ongezondheid samen gaat met links en, en een soort van dat je naar de sportschool gaat, dat gaat samen met rechts. Ik bedoel, het is, het lijkt wel polarisatie is het doel. Het, het onderwerp doet er niet meer toe. Nee. Het is al lang niet meer politiek. Het is gewoon, het is gewoon. Ja, iedereen is gek geworden. Maar, maar aan de andere kant is het ook wel weer heel logisch. Zeg maar, inderdaad, dik en, en ongezond en niet zelfverantwoordelijkheid te nemen. Dat, dat is wat links wil. Links, jij hoeft niet te doen, wij doen het voor je. Ja, de overheid jij... moet voor me zorgen. dat Je ja. die, uh, die had die Aisha van de Broek of Ten Broek of weet ik ja. wat, die schreef: van die, iedereen moet zich laten vaccineren. Oh ja, en dan ja, ja, niet ja, dan moet ja. jij opgesloten worden. Ja. En dat, dat is een goed voorbeeld, weet je, want die, heeft, ja. die neemt zelf nul verantwoordelijkheid, echt geen verantwoordelijkheid voor de gezondheid. Mm -hmm. En dan heeft zoiets van, nee, doe het maar voor me, weet ja. je? prik maar, doe maar, weet ik wel. En het, het ironische is dat het niet kan, dus al die mensen worden ziek en gaan dood. Ja. En dat als ze dat niet al zijn, dan gaat het ook gebeuren. En dat, ja, dat is heel treurig en, en als je daar tegen wil vechten, dan moet je dus wel verantwoordelijkheid nemen. Uh, maar ja, kut. Weet je, hoe doe je dat als je links bent, maar je wil naar de sportschool? Dat is natuurlijk nee, heel, kan niet. heel ingewikkeld. Ja. <laughs> dat kan niet, want dan moet je ook uh, Bordet gaan stemmen. Weet ik is wat allemaal. Dus dan maar, ja, dan dan maar dan dik, dan en dik en ziek en dik en ongelukkig blijven. Ja, precies, precies dat. Nou, veel plezier. Waren er nog meer uh, quotes van. Uh, dit van, was het. Uh, dit waren was het? Wel de, um, ja, oké, okay, nou goed. Dan um, uh, ik heb nog eventjes een korte reactie van uh, Demissionair Premier Mark Rutte. En die vond interessant genoeg. Het is wel grappig dat hij dat vindt. Hij vindt hij vindt een bol. Um, <laughs> maar hij vindt het fluitconcert uh, wat uh, de koninklijke familie kreeg. Um, terwijl ik zal even dingen wegklik. Um, uh, dat, daarvan vindt hij dat moeten we geen aandacht geven. Um, en uh, ja, er, moet geen, er hoeft niet aan geluisterd te worden. Hij zegt, hij is niet onder de indruk van de fluitconcerten die de koninklijke familie op Prinsjesdag Prinsjes te verduren kreeg tijdens het traditionele rijtour en balkonscène. Dat is een handjevol mensen. Laten we daar niet te veel aandacht aan besteden, zegt de minister-president. Ja, ja. Toen, toen dacht ik: laten we even aandacht besteden aan die fluiters hier in uh, Vivo Valentijn. Precies, dat is, uh... laten we er wel aandacht aan besteden. Het ding is: het is uh, niet een kleine minderheid. Dat is zeker niet zo. Dit zijn mensen die zijn ontevreden. En uh, ga er vooral geen aandacht aan besteden. Het is exact hetzelfde als die minister die bij de boeren thuiskomt. en zei: van, ja, we gaan wel praten, maar ik ga niet luisteren. Uh, <laughs> ja. Kun je dat nog herinneren? Ja. Dat is exact hetzelfde, uh, <laughs> uit dezelfde verpakking, komt dat, uh, dat recept. En ja, weet je, het, het, wordt gewoon, het wordt gewoon heel moeilijk op die manier. Weet je? Ik bedoel, als je gewoon een, 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 een elite hebt, een kabinet hebt, een regering hebt, die zoiets heeft. van ja, iedereen die het niet met me eens is, daar ga ik maar niet naar luisteren. Dat zijn een beetje rare mensen. Wie zijn die mensen, zoals Sigurd Kaag zei? Dat, um, ja, dat, dat, het is het, 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 het heel mooi illustreert het eigenlijk. De, de totale losgeweektheid uh, van mensen zoals Rutte met de maatschappij. Ja, ja. Hij is losgeweekt van de Nederlanders. Hij is geen Nederlander meer. Nee. Hij, is een, hij woont in Brussel, weet je. Met zijn hoofd zit hij al in Brussel. En uh, ik kan niet wachten tot die mensen opgedonderd zijn. Want ja, het, ik, moet, ik moet wel zeggen, het was weer... Uh, het is lang geleden dat ik Mark Rutte in een nieuwsartikel voorbij heb zien komen. Dus dat was ook alweer... Uh, hij heeft een tijdje zijn mond gehouden, inderdaad. Ja. Ja. Dat is een goeie. Dat, dat heeft hij absoluut beter gedaan. Ja. Dus ik denk, dat het, ik denk ook dat dit zijn laatste is, een beetje. En dan uh, nog een soort van... Uh, Exit interview op dat uh, ik veel ergens eind november of zo en dan ja. Uh, klaar. Ja, nou, inderdaad. Ja. wat vond je van uh, Amalia op dat bordes? Ja, de, ja de, de, aanwezig. Mag, mag ik een filmpje laten zien ja. van, van Amalia? Ik vond het niet aanwezig namelijk. Oh, wacht eens even wat reclame. Die moet even voorbij natuurlijk. Ja, ga dat dan niet laten zien ook gelijk. Even reclame. <laughs> we toch even wachten tot hij weg is. Even kijken. Ja, daar komt hij. Ja, laat hem maar zien. Kijk Amalia, kijk haar staan. <laughs> Geoefend die hand. Kijk, Alexia erbij voor het eerst. Ja, heeft heb er heel veel zin in. <laughs> Pop. <laughs> Jammer Jezus. Kijk, ze zei, uh, hoe heet het? Ja, die, uh, ja. kijk, houden, gewoon zwaaien. Maar kijk hoe Amalia daar staat. Kijk op die blikken in haar ogen. Zij heeft het al geleerd. Ja. Zij heeft al echt gewoon. Zij van: Ik grijp jullie straks ja. af. <laughs> Dit is mijn volk. Maar echt waar. Maar echt. Die doet straks wat rattengif in, uh, ja. in de. Oh, sorry. Je doet straks wat rattengift bij de ouders in de UT. Ja. En dan met de zijdebaas. Ja. Ja, ik, ik zal het gepeupel wel eens eventjes afleren hoe je moet fluiten. fluiten. Hoe Durf maar je? Echt. Dus je zag er gewoon kijken. Een soort van: uh, dit vergeet ik niet. Nee. Nee. Motherfuckers. Ja, ja. nee. Dat, uh... Even kijken. Ja. Amalia, dat wordt nog wat. Um... Het was dus trouwens ook: het was dus een. hoe um, een, 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 noem je dat? Een behouden, een bedeesde. Uh troonreden En uh, um, miljoenen Ja, omdat het natuurlijk een demissionair kabinet is. En er niet uh, zo, ja, er wordt niet heel veel zo nieuws. Van heel bescheiden 30 miljard uh, te veel uitgegeven, de, de, de. 100 miljard bovenop. Dat is uh, allemaal binnen de perk oh, nog. Ja, ja. ja, heel bescheiden. <laughs> maar dat was ook, uh, te, te, uh, in, hoe heet dat? Uh, tot de teleurstelling van heel veel Kamerleden. Die zeiden: van ja, het kan niet. We hebben een crisis. We moeten nu gewoon doorgaan. Zoals die Patten, die wilde die vonden dit nog te weinig. Uh, ja. Maar het, het was allemaal in een beetje een teken van ja, hoe gaat het er, erna de na de Misschien nog even één keer, um, even kort de laatste peiling van Ino uh, van uh, de, dit weekend. Oké, okay, even kijken. Die staat, uh, waar die staat, staat daaronder volgens mij. Het uh, uh, witte, nee dat is het witte. Oh io, ja, zeker. Daar gaan we nog eventjes. Ook al is het allemaal. Ja, nou we hebben het offline gehad. Oh ik, ja, ik, dat, wacht even. Ik dacht ik dat ik die had vervangen, die uh, link. Maar blijkbaar niet. Ik weet niet waarom dat zo. Actueel, even kijken. Grappig, ik, ja. Heel hard. Misschien zit er een fout in de. Nederlanders hebben onverminderd vertrouwen in de rechtsstaat. Nederlandse jongeren zetten klimaatverandering ja. bovenaan. Dit is toch. Wat is dit voor onderzoeksbureau? Nou, betaald door de overheid. Ja, natuurlijk. Ik heb nog een. Ja, ik weet niet waarom, ik heb die link nog. Oh, de gekregen. zetelpeiling. INO-zetelpeiling. Daar nee. zijn we. Um, ik heb hem hier, even kijken. Goed, uh, tabel 1, peiling Tweede Kamerverkiezingen... 11 september 2023. Ja, staan dus de, we. staat zaten op 11 september, die was 16 september uitgekomen, toch? Of niet? Is dit nu, uh, hebben we dat al besproken? Uh, dat weet ik niet. Dit is wat bij, op hun website staat als de laatste. Maar goed, dat is niet, toch nog even interessant dat nog steeds uh, Pieter Omtzigt met 18% de grootste partij is. Daarna PvdA GroenLinks met 17,6%. Dus dat is bij elkaar uh, 28 en de andere 27 zetels. Dan de VVD met 25 zetels. Um, en daarna komt volgens mij PVV en uh, BBB op 14 zetels, allebei op 9 of 9,1%. Uh, ja. En dan staan de BVNL dus op nul BVNL op nul in ja, in 21, maar één zetel, FVD of vier zetels, toch de partijen die enigszins meer richting onze denkwijze uh, opereren. Ja. ja, wat er gaat gebeuren? Um, ik denk dat nieuw sociaal uh, gelul van Pieter uh, Omzicht <laughs> wordt uh, dan de grootste. Uh, die moet een minister-president leveren. Uh, dat gaat een probleem worden, dat is er niet. Um, Vervolgens krijg je in een kabinet een soort gelegenheidsformatie ga je krijgen. En dat zal na, na twee maanden weer vallen. Nadat er verschrikkelijke ruzie is uitgebroken uh, binnen de partij van Pieter Omzet. Want je ziet al dat hij de, een, een, echt een. hij heeft een blik met clans opengetrokken om die partij <laughs> te gaan rijden. Daar lusten de honden geen brood van. Dat is niet normaal. En dat um, weet je, we zagen al de een of andere. Uh, D66 pro vaccinatiegek, die uh, als, als uh, communicatieadviseur was aangesteld, of zeggen communicatiemanager was aangesteld. Nee, je bedoelt die is... gewoon die. Bon... Oh, nee, sorry, nee. CDA heb ik niet over. Ja, Ja, nee ik weet niet. Maar die, 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 die was aan een vier u alweer uitgeknikkerd. En um, ja, dat soort mensen zitten dan bij dat nieuw sociaal contract. Het is gewoon D66, Miets, CDA in een ander jasje. En ja. het. Uh, uh, ondanks dat Pieter misschien goede bedoelingen heeft, uh, ja, gaat niet werken. Dus dat klapt allemaal weer in elkaar. En dan, uh, ja, dan krijgen we nog een keer verkiezingen. En dan, uh, dan zal Timmermans waarschijnlijk uh, aantreden. Ja, ik, ik denk dat het, wat jij schetst, dat het een uitermate positief scenario is. Want dan heb ik, heb ik denk heel veel mensen die gedesillusioneerd zijn met uh, de politiek en, die, uh, en met uh, Pieter Omzicht. En dan is het zeg maar dat. Is dat orakel, is die messias ook weer afgeserveerd? En dan misschien ja. dat we dan nou, even die realiteit kunnen laten indaan. Maar ik denk dat, maar hij dat nog... is echt Utopiaans denken, is dat? Hè? Ja, nee, maar dat, ik denk dat we nee, nee, nog één verkiezing. Of we gaan nog één ja. doen. En dan, maar dan snapt iedereen het. Nee, precies. Maar en, en het gaat niet gebeuren, denk ik. Want oh. ik, um, ik denk. Ik weet niet wat hij gaat doen, maar ik vraag me af of hij nog steeds. De ambitie heeft om niet te groot te worden. Dat, is, dat was zijn uitgesproken ambitie. Ja, dat zei hij, ja. Maar dan, dan, nou goed, dan moet je een beetje je best doen en minder zetels halen of minder kieskringen... wat ik al heb eerder zei. En dan wordt hij niet te groot. Dan heb je gewoon PvdA, GroenLinks. Dan heb je nu al je Timmermans. Dat is denk ik het scenario wat gaat uitspelen. Dat zou ook kunnen. inderdaad, ja, ja. Nee, we gaan Timmermans kijken. We gaan gewoon meer klimaatgelulken. Uh, krijgen. Oh ja, dat was nog één ding trouwens uit die begroting. Dat stond ook op de website van uh, uh, de Rijksoverheid. Ja. Dat. Uh, Zeg maar het, het gebruik van klimaatrechten uh, als in zeg maar CO2 rechten en klimaat en andere rauw dingen dat, dat ik weet niet het is iets wat dat is waar uh, het om gaat, het, dat om is gaat. het doel maar, van het ja, klimaat en, en uh, dus ook steeds veel prominenter zeg maar in uh, nou goed nu dus ook bij de munanoeten naar voren kwam wat ze dat op klimaat uh, dat ze daar zeg maar um, meer op ging insteken. En ik weet niet voor het eerst dat ik dat terug zou komen, zeg maar bij de munen stukken van uh, die, die okay. emissierechten voor CO2. En, uh... Ja, nou ja, dat is, dat is het hele doel van de klimaatagenda. In 2030 moet elke Nederlander, uh, elke Europeaan moet zijn uh, CO2-footprint uh, afrekenen. Uh, bij banken zoals de Rabobank, weet je, mm -hmm. die gewoon in emissierechten gaan, uh, gaan handelen. En het is krankzinnig. Het is voorbij krankzinnig dat mensen daarmee akkoord gaan. Het is echt, het is insane. Het is zo duidelijk dat dit alles mm -hmm. Alles wat er met klimaat besproken wordt. Weet je, het heeft geen enkele, uh, uh, het, het is wetenschappelijk, blijft het niet overeind. Er zijn uh, duizenden wetenschappers die zich er tegen uitspreken. Mm -hmm. uh, Nobelprijswinnaar die zich de laatste tegen uit heeft gesproken. En uh, het maakt niet uit, het moet er daarheen gedaald worden, want het is, gewoon, het is gewoon windhandel. Het is mm -hmm. echt letterlijk windhandel. En het is, uh, de banken hebben het nodig om overeind te blijven. En de grap is, het is al zo... Of, um, dat zegt hij veel, de grap is. Het is geen grap. <laughs> <Dat> is serieus. <laughs> um, het is al heel erg uh, normaal in het bedrijfsleven. Wanneer is het ingevoerd? In 2000 ergens, geloof ik. Ja, het, het uh, naast El, -El Gore had toen zelfs al een bedrijf uh, die in emissierechten uh, handelde. Hij was de, volgens mij de eerste die dat, die dat echt deed. Ja, en dat is dus bedrijven, voor heel veel bedrijven is dit gewoon al de, de normaalste zaak van de wereld. En hebben ze uh, kennen ze niet beter. En voor mensen, consumenten is het iets, iets nieuws. Maar dit is gewoon al zo ingebed in onze samenleving en in, in economie. Dat ja, de overstap naar nou, dat wij dat moeten gaan doen inderdaad, met onze bankrekening, is eigenlijk heel klein. Ik denk dat veel mensen die ja, niet niet, 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 in dat, niet op die manier ondernemen zich daar niet bewust van zijn. Ja, nou ja, en het interessante is dat je um, als land mag je dus. Ik heb dat vorige keer even kort uh, uh, verteld, maar uh, je mag bijvoorbeeld de bomen die je in een land op staan, ja. uh, dat zijn de zogenaamde uh, CO2-sinkholes. Uh, dat, dat, dat zijn die absorberen CO2, breken dat af. Dus dat uh, je hebt een, een x-aantal aan rechten. En naarmate je meer bomen in een land hebt, heb je dus, hoef je dus minder rechten te kopen, want je bent dus ook aan het afbreken. En dat is de reden waarom al onze bomen in de, uh, in de houten over moeten. Want uh, dan gaan we straks hier in Noord-Europa uh, verplicht zijn om heel erg veel CO2-rechten te kopen. Mm. Van landen onder andere waar die wel veel bomen hebben. En die, staan, die landen zijn in Afrika. En uh, daar zijn die uh, emissierechten heel goedkoop. En daar gaat het verschil tussen, die, tussen waar het hiervoor verkocht wordt en daar gekocht wordt, daar gaan banken ontzettend rijk van worden. Dus die zijn dat nu allemaal aan het opzetten. Ik ga ook kijken of ik iets mee kan beginnen. Ik denk dat is een hele goede deal. Je kunt, je kunt nu al emissierechten kopen. Je kunt er gewoon in, in handelen. Ik ken een uh, uh, ja, er is ik, ik ken iemand die uh, beursbelegger die zegt dat dat uh, ja dat wordt het nieuwe goud. Weet je, je moet emissierechten. <laughs> ik Tuurlijk. Wat, ik, ik moet er niet aan denken dat ik me daarmee uh, bezig hou. Maar ja, nee. misschien valt er geld te verdienen. Ik weet het niet. Ik vind het wel. Ja, nou, hey een uh, een prachtig voorbeeld uh, of eigenlijk. Uh, koren op de molen van Libertariërs is um, uh, natuurlijk het drugsgebruik in Nederland. Nederlanders zijn fanatieke drugsgebruikers. Uh, wij zijn uh, ook wel een narco-etat genoemd, een drugsland. Um, en het is slechts een kwestie van tijd voordat de overheid zich gaat bemoeien. Uh, en een of ander probleem binnen die drugsindustrie moet oplossen. Um, los van het verbieden natuurlijk, um, uh, begint er nu een wietproef. Uh, grote vertraging is er geweest. Maar aan het einde van het jaar gaat het beginnen uh, in Tilburg en Breda. En dit veelbesproken wiet-experiment gaat na jaren van voorbereiding echt beginnen op 15 december. Uh, legale telers, uh, wietelers, zullen leveren aan koffieshops. Um, nou ja, goed, en dat begint dus in die twee steden. Wat vind je hiervan? Legale telers. Ja, is dat, het is bijzonder dat... Um, dat is iets wat inderdaad al heel lang speelt. Dus er, er, is, er, mm. er is eigenlijk er is een probleem gecreëerd door de overheid. Namelijk, we gaan uh, drugshandel en productie en verkoop gaan we, ja. gaan we illegaal maken. Een poging om schaarste te creëren. Ja. Waardoor de prijs omhoog gaat. Ja, vervolgens uh, laat je een soort van... Uh, um, schoorvoetend toe dat mensen het wel gaan verkopen. Maar je mag het nog steeds niet produceren. Met andere woorden, de prijs blijft hoog. Ja. En uh, de overheid kan ingrijpen als de prijs te laag gaat. Ja. En nu, op, nou, nu is het dus blijkbaar na 15 jaar dat moment uh, aangekomen. En nu zijn er de eerste door de overheid gecertificeerde telers die dus dan wel legaal mogen telen, terwijl de rest dat het niet mag. Ja. Die mogen nu hun eerste shop opzetten in Breda, Dat was je andere plek? Nog in uh, Tilburg. Tilburg. Ja. En... Uh, om even uh, helder voor ogen te hebben: dit waren uh, gewoon wiettelers die voorheen niet legaal waren. Die nu door de ja. overheid een stempeltje krijgen van ja. je bent nu legaal. Dus we hebben het hier te maken. Uh, ik, en ik geloof niet dat wiettelers uh, uh, criminelen zijn, maar absoluut niet. Maar uh, bij de vorige definitie waren het criminelen. En nu heeft de overheid dus de definitie aangepast voor deze uh, specifieke. Uitzondering clausule in die definitie uh, ja. gemaakt. Wat ik wil vrije markt technisch gezien wat gaat er ja. mis <laughs> heel veel ja, maar ja ik vind sowieso is natuurlijk het is, ik heb het vaak als ik naar Amerika ga naar mijn familie over hoe krom dat of überhaupt internationaal gezien hoe krom dat beleid is dat je dus iets mag verkopen maar niet maar niet mag produceren en dat je dat ja. als een logisch uh, als een logische uh, oplossing vindt. Terwijl we nu ook gewoon zijn ingehaald door Amerika, Canada en heel veel Zuid-Amerikaanse landen die. Zwitserland, wel... Portugal, ja. uh, ongeveer Thailand. Ja. <laughs> <Elk> <laughs> Iedereen land van over wereld. Nederland. Uh, ja, inderdaad, ja. Dan kan je het nu kopen en, uh, en produceren zonder problemen. En hier ja, ze durven er niet na. Dus dan komt er zo'n half bakken experiment waarbij je dan twee mensen um, toelaat. Ik ken toevallig iemand die, die dat die daarover na zitten denken om zeg maar mee te doen aan dat proces van. Een vergunning krijgen als uh, legale, legale teler. Want dat, nou goed, dan kan je natuurlijk mega veel geld mee verdienen. Want je, ja. de markt is afgebakend. Uh, uh. Oh ja, denk je dat? Je denkt dat daar veel gaat. Maar wat laten we het even doordenken? Wat gaat er gebeuren? Als er. Ik bedoel eens twee je hebt als coffeeshop, zeker in het zuiden, weet je, daar komen heel veel Fransen en Duitsers. Die komen de grenzen over, die komen wiet kopen bij je. Mm -hmm. En uh, er is maar één. Uh, legale teler die kan aanbieden. Denk je nou echt dat die coffeeshop niet uh, veel meer voorraad nodig heeft dan die legale teler kan bieden? Dat denk ik wel. Ja, ja. logisch toch? Want die teler die heeft gewoon, weet ik wat? Die heeft misschien drie planten, drie soorten planten staan. Ja. Uh, en die koffieshop wil graag twintig verschillende strains uh, verkopen. Ja. <laughs> dus hoe gaat dat? Hoe gaat dat dan werken in? De, in de... Nou, het, het gaat sowieso niet werken. Maar ik denk dat dat. Uh... Gaat overheid het ook subsidiëren? Maar wat, hoezo? Omdat ze dan meer strains moeten krijgen? Maar ik, eh, ik, ik vraag me, waarom hebben we eh, tussen aanleidingsteksten legale wiettelers nodig? Wat voor probleem lost dat op? Ja, het lost, nou, als je er twee hebt, lost het helemaal niks op. Nee. Maar het idee is, omdat de criminaliteit slecht is, dat je dan dat nu niet meer hebt of zo. Maar goed. Maar dan legaliseer je Ja, ja, toch ja precies. Ja. Je kan met een penstreek dat al gedaan je kan maken niet allemaal. is heb toch weet ik veel, uh, Brechters en, en Mohammed twee... mogen wel, dat zijn geen criminelen, maar de rest, de rest wel. We ja. Ja. Doen, nou? doen precies hetzelfde, maar jullie zijn legaal en jullie zijn crimineel. Ja, ja. Nee. Maar dat is sowieso ook dat op het moment, <laughs> maar dat ook juridisch gezien, hè? ik bedoel, als je als overheid zegt, Pietje mag Iets wel doen en Jantje mag het niet doen, mm -hmm. dan kun je dat kun je toch voor de rechtbank niet meer, dat kan je niet meer hard maken. Ja, dit is heel Nederland werkt: vergunningstelsel. We zijn vergunningenland. Dat is ook het hele ding. Dat mensen niet beseffen dat inderdaad, dit is wel de rechts, dit is rechtsgelijkheid in Nederland. Als je dat, als iedereen. In theorie aanspraak zou kunnen maken op zo'n vergunning, dan is er dus rechts, rechts, rechtsgelijkheid. Mm -hmm. En dan kan het gewoon. Dus nu hebben twee mensen zich uh, die hebben die vergunning gekregen. Je hebt, het, nou, weet ik, van Amsterdam heb ik duizend voorbeelden van een vergunning of een, uh, een lichtplaatsvergunning of. Mm -hmm. um, Weet ik veel. Je hebt overal een vergunning voor waar je, waar je, ja. dat je iets mag doen hier. Maar het is toch zo dat als je, zodra je dat ziet, hè, neem de vergunning. Mm -hmm. Wat je ziet is dat daarmee de markt afgesloten wordt ja. en het hebben van de vergunning heel veel waard wordt. De ja. taxis worden ook heel duur. Mm -hmm. Alles waar de overheid dit doet, dat wordt heel duur. Ja. Welk probleem lost dit op? Dat wie te goedkoop is? Ja, je lost het probleem omdat allerlei cowboys zich gaan bemoeien met iets uh, waar je niet wilt zich gaan mee bemoeien. Dat is volgens mij ook Een soort keer... kwaliteitskeurmerk, dat zou je nog ja. kunnen... Maar is, dat er, is kwaliteit ja, het klopt. probleem nu? Is dat, is dat het probleem bij de wiet? Dat het soort van, als je wietje haalt, dat je denkt van, nou, ik weet deze kwaliteit, deze... Nee. Ja. nee. Ik vind, Dan gaan mensen dood deze aan of Deze is toch niet helemaal... Ja. Dus, dus nee. achter. Op... Even, even Rutte bellen. Nee, nee dat, dat kan niet. Rutte, ik wil betere wiet hebben. Is dat het probleem nu? De, de, nee. nee, toch? Nee, het probleem, het probleem is. Uh, ik moet ook even hard nadenken wat hun. Ik probeer mijn mental gymnastics een beetje te, uh, te beoefenen hier. Zeg maar wat, wat hun, hun denkreden is om dit nog recht te kunnen. Het wordt nergens. Lullen. Ik heb gezocht, het wordt nergens uitgelegd. Nee. Het wordt echt nergens. Uh, uh, Kuipers noemde het al buitengewoon ingewikkeld. Openen <hoot> van bankrekeningen is lastig, heeft hij gezegd. Ja, om het, de genoeg, genoeg variatie je in de geleverde wiet. Ja, natuurlijk. Dat kan helemaal niet. Ze goed, willen uh, verzekerd zijn... van voldoende continuïteit. Terecht, vindt Kuipers. Niet een paar plantjes in één keer oogsten en is het klaar. Nee, er moeten moet kilo's wiet moeten er doorheen. Ja. ja, maar goed. inderdaad Die problemen zijn allemaal... als ja. sneeuw voor de zon verdwenen. Als jij zegt, weet je wat? Laten we gewoon de verkoop en productie van, van wiet en hars... gewoon 100% legaliseren. Exact. Maar goed... Het, er is een reden dat ze dat niet doen. En um, wat ik zo interessant vind, is dat doordat ze dat vergunningsstelsel. Kijk, een overheid wil altijd controle hebben. Het maakt niet uit of het nou, weet ik van, crypto, bitcoin dingen zijn, of dat het, weet ik veel, uh, nu weer dit is. De overheid wil altijd controle houden. Op een of andere reden. Dat is een soort ziekte waar de overheid aan leidt, die wil controle hebben. En het probleem is, die markt is uh, al open in de zin dat het. Uh, iedereen die zich bevindt in dat circuit van wiethandel, die houdt geen rekening met de overheid. Weet je, die heeft, heeft daar niks mee te maken. Weet je, ze omzeilen de wetgeving, ze omzeilen van alles en nog wat. En uh, uh, weet je, die koffiechips worden gewoon bevoorraad, die plantjes groeien gewoon ergens op een boerderij in een kas, weet ik veel. Weet je, dat dat is er gewoon allemaal. Dus de, wat wil de overheid nou helemaal? Die wil gewoon grip krijgen op die markt, die wil het kunnen uh, uh, belasten. En die wil uh, ongewenste uh, criminelen, tussen aanhalingstekende elementen, willen ze eruit kunnen, mm -hmm. uh, kunnen schoppen. Um, dat is wat ze willen, denk ik. Mm -hmm. Dat is waarom je controle wil houden. En ik heb gewoon zoiets van: het gaat je niet lukken. Want je hebt hier te maken met een industrie. die al, weet ik wel, 30, 40 jaar uh, uh, gespecialiseerd is in het ontwijken van de overheid. en het omzeilen van de grenzen. Um, ja, en Kuipers met zijn, met zijn experimenten zeggen weer, maar die wiet, die kwaliteit, die kan beter. Sure, weet je, Con Concurreer op maar kwaliteit. Is, is het maar, zo? Nou, dat staat wel in dit artikel. Dat het. Uh, uh, hier nu kan de NVWA, Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit bij le legale aanvragen cannabis controleren op vervuiling met bestrijdingsmiddelen oh ja. of andere zaken. Zullen, ja. zullen bio-wiet. Bio ja, nou, dan krijgen we dus gecertificeerde bio-wiet. Prima, is leuk. Maar uh, ik, ik zie niet dat het goedkoper gaat worden. Gaat het gaat alleen maar veel duurder worden. Nee, je hebt. En in in, in, dat is dus precies iets wat de markt of de gemeenschap, zeg maar, zou kunnen overnemen. Dat soort keurmerken, dat is inderdaad een van de... Ja. is een van die taken die de overheid zich heeft toegeëigend. waarvan zij, wij zeggen, ja, als wij het doen, weet je, dan weet, dan weet je dat het onderwijs goed is... of je weet dat je voeding goed is, of wat voor een belangrijke zaken ook. Terwijl dat zijn juist uh, uitermate geschikte... Uh, een keurmerk is een uitermate geschikt. On, uh, hoe zeggen je dat, uh, bezigheid van, gewoon, van de markt. Ik heb al eerder ja. genoemd dat ik dat thuiswinkel waarborg... ook vaak wordt aangehaald, zeg maar, van... Mm -hmm. Beroeps- of belangenvereniging die bepaalde kwaliteiten nastreeft, dat hoef je helemaal die overheid niet, uh, nee. niet tussen te hebben. En ik, goed, ik dacht, ik moest denken aan andere kwaliteiten, want ik, ik heb begrepen dat uh, sinds er in Amerika, met name Californië, zeg maar echte legale um, um, wiet-teelt is. Ja. en ze daar als een gek zeg maar allemaal strange aan het, uh, ja. het kruisen met elkaar, dat er echt de meest potente wiet nu vanuit Amerika naar Nederland wordt gehaald zeg maar hier in het, het is de wereld. Als ja. je nu naar LA gaat, dan de wiet die je daar rookt, die ja. is echt serieus, die is significant beter dan wat je hier kunt krijgen. Ja. Dat is bizar wat daar gebeurd is. En het is en waarom gewoon omdat die marktvraag gegeven is. Ja. En daarom heb ik zoiets van ja, wat 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 hier in Nederland nu weg. Er moet het weer een experiment met twee coffeeshops, twee steden, weet ik veel. Het is gewoon te lullig voor woorden. Het is echt ja. weer die het is typisch Hollands. Ja. Het is niet ambitieus. Het lost geen problemen. Probleem op. Het is gewoon. Het is Lekker allemaal veilig. Voor, ja, het is voor de Bunet's Het is poppenkast, weet je. Dit die coffeeshops verkopen gewoon nog exact dezelfde wiet die ze gisteren en vandaag gewoon via allemaal illegale uh, kanalen aangeleverd krijgen. Daar gaat helemaal niets in veranderen. Alsof daar als kuipers binnen komt lopen in die coffeeshop en die zegt van, ja, maar deze wiet, is duidelijk. Dit is ge, uh, gedoogde wiet en dit is illegale wiet, weet je. Ik denk, man heeft geen flauw idee. Niemand heeft een flauw idee. Dat kun je helemaal niet zien, weet je, waar dat ja. vandaan komt. Dus dat. Um, ja, het is kansloos. Het is, het is zo ontzettend kinderachtig en kansloos. Maar goed, ik ben, ik ben wel benieuwd wat het gevolg gaat zijn. Het is een interessant uh, uh, experiment. Het begint dus op 15 december. We gaan het in de gaten houden. Want dit gaat een prachtig voorbeeld zijn van hoe de overheid faalt in het reguleren van een uh, industrie die eigenlijk al opereert um, in, een, in, een, in een grijze markt. En ik denk dat die grijze markt in dit geval efficiënter is. Dan deze volledig gereguleerde markt die de overheid graag wil. Ja, zeker. Ik zat meteen in de tussentijd even op te zoeken. Maar ik denk dat ik dat gewoon een volgende keer moet bewaren over. Want dit is eigenlijk wel in lijn met de beweging vanuit het, vanuit het kabinet of slash de overheid. Met betrekking tot drugs. Want er komt dus ook een nieuwe drugswet waarbij er een soort van waar een derde lijst wordt toegevoegd. Um, mm -hmm. um, uh, met het doel als het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen. Um, maar goed, en, maar ik heb er daar nog niet heel over. Ja, het gaat over, over. die en zo. Dat ja, dat heb ik ja. ook gelezen, ja. Maar dus de, de trend is meer, meer um, stringent, meer reguleren, meer onderdrukken in plaats van vrijgeven. Dat is misschien dit krampachtige uh, ja. experiment. Hoe is, is het uh, nou in diezelfde geest opgezet? Nou, ik denk dat er nog iets anders is. En dat is dat... Uh, kijk, Nederland heeft natuurlijk een lange geschiedenis met drugs. Uh, de trend is dat drugs gelegaliseerd aan het worden is. Waarom is dat? Uh, om met uh, woorden van uh, Joel Harari te spreken. Uh, uh, we gaan toe naar een toekomst waar voor heel veel mensen geen plek meer is. Die gaan hun uh, zingeving moeten halen uit het spelen van videogames en het gebruik van drugs. Zoals hij dat zelf zegt. Dat is de rechterhand van uh, Klaus Schwab. Uh, voor de mensen die hem niet kennen. En die, um, uh, dus, dit valt binnen die gedachte. We gaan, gaan toen naar een tijd. waarin dus echt mensen hun zingeving kwijt kan. Het zij door geldontwaarding. Ze kunnen niet meer sparen. Ze hebben geen werk meer. Ze hebben geen economische toekomst meer. Uh, zingeving gaat nu uit videogames. en uh, drugsgebruik uh, komen. Dat betekent wel dat die drugs voorradig moet zijn. Uh, ook omdat als je ze niet allemaal knetterstand houdt. dan krijg je rellen. Uh, dus het is beter. Dus het is slechts een kwestie van tijd voordat deze proef. Uh, um, uh, min of meer succesvol verklaard gaat worden, waarna het gesubsidieerd gaat worden door de overheid. En, uh, en dan ga je namelijk echt zien wat het doel was. Dat is namelijk om heel goedkoop uh, wiet uit te gaan delen aan mensen die geen economische rol meer gaan spelen in onze samenleving. En dat is, uh, dat is uh, ja, bizar. Wat, uh, wat vind je? Ik heb deze ook vaker gehoord. Uh, ik ben al heel lang. Gezien mijn libertaire opvattingen, zeg maar tegen overheidsinmenging in elk domein, dus ook op dit domein, is het je eigen verantwoordelijkheid wat je doet, wel of geen drugs. Ja. Zonder dat je daar een uitspraak over doet, of het goed of slecht is voor de mens, moet de overheid zich er gewoon niet mee, niet mee bemoeien. Ja. Maar ik krijg inderdaad ook, ik krijg soms een dingen terug waar, waar ik een soort van uh, altijd over stond, maar nu dan in deze twist hoor van ja, maar het wordt nu gelegaliseerd heel veel omdat, om, om deze reden, om mensen het soort van inderdaad ja. welm te houden en rustig te houden als er niks, als er geen als een uitzichtloze toekomst hebben. Ja. Ben jij met, dat, met die nieuwe context, context nog steeds voor het legaliseren van, of het, ja, van, van, van drugs? Absoluut, ja. Drugs ja. moet gewoon volledig legaal zijn. Iedereen moet zelf weten wat hij met zijn, met zijn lijf en zijn lichaam doet. Um, ik, dat wil niet zeggen dat ik zeg dat het een goed idee is om drugs te gebruiken. Mm -hmm. want dat moet iedereen zelf weten. Uh, maar het, kijk, als je het namelijk niet legaliseert... Um, dan betekent dat je het moet reguleren. En dat betekent dat de overheid zich ermee gaat bemoeien. Mm -hmm. en dan krijg je allemaal hele uh, uh, de, uh, vervelende prikkels voor de overheid om het te gaan belasten, om er geld aan te gaan verdienen. Om het op een bepaalde richting, om te gaan subsidiëren. Om uh, weet ik veel, de. Um, ja, je hebt al, er is een boek en ik heb het nog niet gelezen, maar het is. Um, uh, het gaat over Amerika. Het, heet, het is van. Um, God, als uh, je ben even opkijkt. Uh, 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 One Nation Under on Blackmail heet het. Het bestaat uit hmm. twee delen. En het is van. Um, zij is heel vaak de gast in alternatieve media-podcasts. Kennis Owens. Nee, right. nee, 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 nee. nee um... Uh, ze, wees, ze praat altijd zo snel. Ze is, um, oh, Whitney Web? Whitney Web, inderdaad. Yeah. Oh, yeah. Ja. Het is van Whitney Web. Oh, yeah. En zij, zij maakt. Even, ik, ik, ik zat aan een bespreking van het boek te luisteren. En daarin werd het argument aangedragen dat uh, uh, je in Amerika echt een versmelting hebt tussen die geheime diensten en de maffia. Hmm. Uh, en dat is, uh, draait allemaal om drugs. En dat. Uh, er is bijvoorbeeld een reden waarom de CIA, uh, uh, weet je, om de strijd tegen. Uh, um, uh, de sandinisten waren het geloof ik uh, in Nicaragua mm -hmm. te financieren zijn ze drugs gaan dealen mm -hmm. dus cocaïne is ingevoerd in Allee en dat is de kerkepidemie heeft dat opgeleverd nou, enzovoort dus dat um, die, 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 er is gewoon een, een logische klik tussen de onderwereld en, um, uh, en een bepaald element in de overheid. Maar waarom was dat waarom dat is gewoon geboren omdat de de geheime dienst, dus een politieke agenda nastreven, wat met drugs geld gefinancierd moest worden. En, en, en maffia gewoon geld verdienen met drugs. Dat is. Maar eerder drug. nog, dat, en ik heb het nog niet gelezen. Het is een beetje flauw dat ik nu ga denken. Ik ga, ga filosofie op het boek <laughs> over gehad, Maar het heeft te maken met dat bijvoorbeeld de geheime dienst heel vaak. Uh, uh, maffia-hitmen inzetten voor aanslagen, bijvoorbeeld. Weet je, dat gaat gewoon vrij nauw, mm -hmm. uh, weet je, als er iemand praat en een deal wil maken en wil gaan getuigen tegen, tegen een organisatie of wat dan ook, nou dan uh, weet je, staat de overheid klaar om je te voorzien van een nieuw nieuwe identiteit. Dat zit allemaal een beetje aan de kant van, uh, van de geheime diensten, weet je, nieuwe identiteit, uh, je verstoppen. Het is een vrij specialistisch uh, onderwerp en dat dus, dus ze werken al langer samen daarin. Mm -hmm. en. Um, er zit iets in dat kijk, de overheid heeft een uh, uh, of claimt eigenlijk een monopolie op geweld. De maffia houdt zich daar niet aan. Uh, <laughs> maar dat betekent wel dat ze automatisch gesprekspartners van elkaar zijn. Weet je, N niet op de beste... Uh, uh, ik bedoel dat niet op, op, dat ze echt hand in hand over straat huppelen. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel dat er altijd een spanningsveld is tussen, uh, tussen de criminele elementen in de maatschappij en de overheid. En dat... Ja, ik weet niet. Dat, dat trekt ook aan elkaar. En als je dan zoiets ziet, weet je dat ze dan een drugsmarkt willen gaan reguleren. Dat ik denk van ja, dat is het domein van criminelen, de overheid begeeft zich op dat, in dat domein, wil, wil daar iets mee, wil het eigenlijk overnemen. Dat is wat het gebeurt. Ik bedoel, als je de overheid als criminele organisatie ziet, dan is dit gewoon een concurrerende criminele organisatie mm -hmm. die op jou... Dat is uh, precies wat het is. Ja, dat is ook wat het is. Die, die begeeft je op jouw uh, terrein, hebben natuurlijk uh, uh, veel meer vuurkracht, maar zijn heel log en traag. Um, dus hoe gaat, de, hoe gaat de, de, de criminele organisatie hiermee om? Weet je, op dat ogenblik. Dat is heel erg interessant. Mm -hmm. En dat ja, socio uh, uh, sociologisch gezien ga je hele interessante ontwikkelingen krijgen. op het moment dat de overheid zich met, met criminele activiteiten gaat bemoeien. Mm -hmm. um, dus ja, dat, en dat is natuurlijk niet nieuw. Dit gebeurt al heel lang. En dat, um, ja, ik ben benieuwd hoe dat in Nederland uitpakt. Ja, interessante uh, titel: Alone ja. Nation Under Blackmail. Ik ga, die, ja. die, ik ga die, die podcast ook opzoeken. Ja, ja, tof. Goed. Um, ik zag nog ander nieuws voorbij komen. Uh, dit, dit, dit nieuws is al een beetje um, uh, van vorige week, denk ik begin van de week. Um, NOS kwam. Fossiele sector krijgt tussen de 39.7 en 46.4 miljard euro subsidie. Nog meer dan gedacht. Even los van aan de ene kant de. Um, uh, de hele specifieke bedragen, 39,7 en 46,4. En vervolgens zeggen van, ja, we weten het niet precies, we hebben een range. <laughs> weet je? Zeg dan om en nabij de 40 miljard, weet je, want dat was al bekend. Maar goed, wat denk je, um, dit was dus uh, uit de gelekte Prinsjesdagstukken van klimaatminister Rob Jette. Um, wat denk je dat die, um, waar die subsidie uit bestaat? Maar ja, ja ik, uh, ik was er net nou, op zoek, want ik werd getriggerd door de eerste uh, zin onder de kop uh, waar het om ging. Ja. En dat er staat, Nederland geeft veel meer belastingvoordelen aan bedrijven voor het gebruik van olie, gas, kolen dan gedacht. Ja. Dus, en dat is precies, al voordat ik al dat, die dat artikel opende, ging nadenken, wat bedoel je met subsidies, dacht ik toen. Ja. En ik dacht inderdaad, het gaat volgens mij over belastingkorting. Exact. Dat noemen ze dus tegenwoordig subsidie. Het staat ook daarna van, het gaat bij de zogenoemde fossiele subsidies. Ja, exact. Maar, maar wat hier dus eigenlijk gebeurt, want niemand heeft het artikel gelezen, niemand begrijpt wat zogenoemde fossiele subsidies zijn. Um, maar nu kunnen de klimaathysterici nu schermen met een tien keer zo groot bedrag. Want het zou eerst namelijk om 4,5 miljard gaan. Uh, hier het ministerie ging inderdaad van bedrag van 4,5 miljard euro. Uh, Milieuorganisaties kwamen in eigen berekeningen uit op 37,5 miljard. Nou, toen is de NOS er nog een keertje overheen gegaan... <laughs> en die wisten er nog een paar extra miljard uit te persen. Um, ja, waar gaat dit over? Een uh, bedrijf wat zich op een of andere manier... Ja, relateert aan fossiele brandstoffen. Dat kan een autobedrijf zijn, maar het kan ook totaal anders zijn. Die wil zich graag in Nederland vestigen, of die wil in ieder geval een, een, een onderdeel in Nederland vestigen. Het eerste wat hij doet is naar de Belastingdienst gaan en zeggen: van luister, wat voor voordelen. Uh, bied je me als ik me in Nederland vestig? En Nederland wil dat graag, want dat zijn natuurlijk banen en dat is economisch verkeer. Dus dan, ja, dat, dat daar wordt Nederland wat rijker van. Dus die zijn dan vaak ook wel bereid om belastingtechnisch wat voordelen uh, te geven. Heel veel bedrijven doen dat. Ik weet ook in de videogame-industrie gebeurt dat. Heel veel bedrijven doen dat. En um, ja, dat is hoe vrije markt werkt. Want. Je bent als bedrijf vrij om over de hele wereld te vestigen. Ja. Dus je doet het in de landen die uh, het, daar het meest voordelig voor zijn. En dat wordt nu opeens... Uh, dit gebeurt al, al, weet ik veel, dit gebeurt denk ik al honderd jaar. En um, nu wordt het opeens opnieuw verpakt. En dan wordt het subsidie genoemd. Ja. Weet je, het is geen subsidie. Het is niet geld wat de overheid betaalt. Het was geld dat gewoon nooit binnen was gekomen. Want dat bedrijf was ergens anders naartoe gegaan. Ja, ja en, en een van de dingen die ik ook zie staan is dat ze dus... Het gaat om, blijkbaar is kerosine nog belastingvrij. Ja. En dat levert dus, verschilt uh, 2 miljard euro voor uh, alle bedrijven die kerosine uh, gebruiken. Nou goed, dat soort dingen. Ik denk, uh, ja wat je zegt, het is, 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 los dat ze zich rijk rekenen met iets wat er niet was geweest van die bedrijven. Gaan er, gaan, hadden hier niet, niet naartoe gekomen. Ja. Het is gewoon, het is niets van jou. Blijf er gewoon vanaf met je tangles. Hou op. Per, precies je, je hebt al rond ja. 400 miljard uh, gejat, uh, is de verwachting ja. voor volgend jaar. Moet dat 450 miljard worden? Hoezo? Ja, precies. Je bent niet helemaal voor belasting, hè? Niet helemaal denk ik, nee. Ik ben heel erg voor belasting. Ja. V maar vrijwillige belasting. Ja, maar dan is het geen belasting. <laughs> nee, nee. <laughs> dan je kan toch vrijwillig jezelf vrijwillig laten belasten. Het ja, dat heet doneren ja misschien moet dat het zijn inderdaad ja doneren aan de overheid ja nou deze overheid zou geen cent van me krijgen ja. <laughs> mooi dit was Viva Valentine uh, voor deze donderdag 21 september uh, we gaan nu door op vivavalentine.com waar we nog een uur doorpraten over een heleboel andere dingen waaronder uh, even kijken Ik ga er zo iets uitpakken um, Russell ik, Brand natuurlijk Russell Brand ja natuurlijk en, inderdaad ik heb hem niet ingezet maar moeten echt over hebben dat is um, de Mexicaanse onthulling van vorige week. Oh, de Mexicaan, de Alien-onthulling, die ook. Ik heb ook nog een ander een artikel van de NASA. Uh, die claimen namelijk dat uh, um, CO2-uitstoot kan leiden tot een oorlog met aliens. Jawel, de NASA wist het te melden. Het is een oud artikel, maar actueler dan ooit. Goed, dat en meer in Vivo Valentine, de extra op vivovalentine.com. Doei!